Brexit, Trump. Wat gaat er gebeuren in Nederland op 15 maart? Hallo, welkom bij Lanneke Talks Politics. In Amerika is Trump nu een maandje aan de macht. Maar wat gaat er gebeuren in Nederland op 15 maart? Er waren nog nooit verkiezingen zo belangrijk als deze verkiezingen. Je kan kiezen uit maar liefst 28 partijen. Er doen er zoveel mee dat je door de bomen het bos bijna niet meer ziet. Het kan je niet ontgaan zijn dat er in Nederland en ook in de wereld heel veel aan de gang is op het moment. Het is dus heel belangrijk dat Nederland ook opkomt voor de rechten van de Nederlander. Op dit moment zitten VVD en PvdA in de regering, maar of dat na de verkiezing ook zo is, dat is nu de vraag. Ik heb de afgelopen tijd ook de Nederlandse politiek in de gaten gehouden en heb ook geprobeerd tijd te nemen om alle verkiezingsprogramma's te lezen. Laat ik nu mijn mening eens geven over alle partijen. Ik geef bij elke partij kort mijn commentaar en ik hoop dat ik het zo positief mogelijk kan houden. Lijst 1 is VVD. Op dit moment zit VVD in de Tweede Kamer en hebben zelfs de premier Mark Rutte. Als je toch op VVD gaat stemmen, zou ik op Klaas Dijkhoff stemmen. Ik ken hem zelf persoonlijk, ben met hem in 2012 naar Prinsjesdag geweest, wat heel leuk was. Lijst 2, PvdA. Ik kan daar op dit moment niet zoveel mee. Ik heb niet echt iemand bij de PvdA die ik heel erg ervan uitspringen en die bij mijn filosofie past. Lijst 3, PVV. Op dit moment staat de PVV op nummer 1 in de peilingen. Lijsttrekker Geert Wilders is heel erg uitgesproken en krijgt van heel veel Nederlanders steun. Hoeveel steun, dat zien we dus op 15 maart. Iemand die ik heel interessant vind bij de PVV is Dion Graus. Dat lijkt me een man met een hart voor dieren. Hij heeft zich ook heel erg veel ingezet voor dieren, net zoals ik dat graag doe. Dankzij PVV hebben we ook een dierenpolitie en 144 redt een dier. Dierenmishandelingen is namelijk vaak een eerste indicatie dat er meer problemen zijn bij mensen. Dus het is goed dat dit dan opgespoord wordt. Lijst 4, SP. Ik vind altijd de strakke verkiezingsposters van SP heel mooi met die tomaten. Ik hou namelijk heel veel van groenten. Maar daarnaast vond ik ook dingen in een verkiezingsprogramma waar ik ook wel achter sta. Zoals het Nationaal Zorgfonds en een Nationale Investeringsbank. Ze willen graag een duurzame economie en daar kan ik me zeker in vinden. Lijst 5, CDA. Volgens mij is de CDA van oudsher een partij echt voor de boeren, de landbouw. Maar ik moet zeggen dat dit keer ik hun verkiezingsprogramma het meest interessant vond. Er stonden wat dingetjes in die ik best wel goede ideeën vond. Zoals bijvoorbeeld een suikerbelasting. CDA wil graag gezonde levensstijl subsidiëren en promoten. Daarom willen ze een suikerbelasting invoeren. Dat vind ik best wel een goed idee. De CDA wil ook een maatschappelijke dienstplicht invoeren. Bijvoorbeeld bij defensie, politie, ouderenzorg of iets dergelijks. Ik vind het een goed idee om jongeren een bijdrage te laten leveren aan hun land, op wat voor manier dan ook. Dat is een goede ontwikkeling voor hun, daar leren ze veel van en daar heeft een land ook heel veel aan. Ik denk dat met de problemen die Nederland nu heeft, jongeren op deze manier leren beter met elkaar om te gaan. Lijst 6, D66. Ik vond het een beetje jammer dat ze heel erg Trump aan het bashen waren, terwijl ze niet alle informatie leken te hebben. Maar als je op D66 gaat stemmen, dan moet je op Ilko Keij stemmen. Want, en nu ga ik uitleggen waarom. Ilko Keij staat op plaats 39 en hij wil graag met voorkeur stemmen in de Tweede Kamer komen. Ik ken hem ook persoonlijk. Ik heb hem ooit ontmoet in het vliegtuig samen met zijn pasgeboren zoontje. En hij heeft altijd in Amerika gewoond. Maar nu is hij naar Nederland om te zorgen dat Nederland in het buitenland en ook Nederland in het buitenland beter vertegenwoordigd wordt en beter beschermd. Ik woon zelf in het buitenland en ik merk gewoon dat wij heel vaak als tweederangs burgers worden behandeld. We kunnen moeilijk onze paspoorten verlengen, we kunnen moeilijk stemmen, we mogen geen tweede paspoort aannemen van het land waar we zijn, terwijl anderen dat wel mogen. Er zijn heel veel issues voor Nederlands het buitenland en Ilko is iemand die daarvoor gaat vechten. En niet alleen dat, ik denk dat hij een hele goede toevoeging is in de Tweede Kamer. Lijst 7, de ChristenUnie met lijsttrekker Gert-Jan Segers. Ik ben zelf niet zo van om geloof te mengen met politiek. Ik denk dat dat los van elkaar moet staan.
Want politiek is voor ieder hetzelfde en geloof is voor iedereen anders. Ik hou wel van veel normen en waarden die veel christelijke mensen hebben. Gewoon van mens tot mens. Lijst 8, GroenLinks, van lijsttrekker Jesse Klaver. Jesse Klaver komt bij mij over als een mix tussen een jonge Obama en een Justin Trudeau, de premier van Canada. In zijn doen en laten. Hij lijkt me heel gedreven, wil graag een groot deel uitmaken van de Tweede Kamer. Ik vind GroenLinks op sommige punten een hele goede partij, en andere sta ik er niet helemaal achter. Ik vond bijvoorbeeld heel raar dat ze hun partijgenoot Lisbeth van Tongeren van de lijst afhaalde. Gelukkig hebben ze haar teruggezet. Lisbeth van Tongeren heb ik de afgelopen jaar gezien als een vrouw die altijd vocht voor de mensen die last hadden van de gaswinning in Groningen, van de schaliegasplannen in Nederland. Dus omdat zij zo actief is, vind ik ook dat zij waardering moet krijgen. En dat als je op GroenLinks wil stemmen, dan zou ik misschien wel op haar stemmen. Lijst 9, SGP. Net zoals ik bij de ChristenUnie zei, zijn er bepaalde normen en waarden die ik heel erg waardeer. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat vrouwen net zo belangrijk zijn als mannen. Lijst 10, Partij voor de Dieren, van lijsttrekker Marjan Thieme. De Partij voor de Dieren is een van de weinige partijen waarbij ik echt gevoel heb dat ze denken aan de toekomst van iedereen, van ons, van onze kinderen, van de natuur, het milieu en de dieren. Aangezien we maar één planeet hebben, is het heel belangrijk dat we daar ook over nadenken. Daarbij is Marjan Thieme een van de weinige vrouwelijke lijsttrekkers en dat is ook wel even wat waard. Lijst 11, 50+, de partij van lijsttrekker Henk Krol. 50+ is vooral gefocust op de ouderen in Nederland. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke doelgroep. Verder ken ik Henk Krol als iemand die in Eindhoven loopt en ben ik hem wel eens tegengekomen tijdens het uitlaten van mijn hond. Lijst 12, de Ondernemerspartij van Hero Brinkman. Deze partij kwam bij mij heel hoog uit bij de kieswijzer. Ik vind zelf dat ondernemers in Nederland het best wel moeilijk wordt gemaakt. Er zijn te veel wetten en regeltjes die het ondernemen pijn doen. Daar moet dus wat aan gedaan worden. Lijst 13 VNL. Lijsttrekker is Jan Roos. Deze partij kwam bij mij bovenaan uit bij de kieswijzer. Het lijkt mij dat deze partij er is voor mensen die misschien de PVV net te heftig vinden, maar wel veel goede punten vinden hebben. Lijst 14 DENK. Lijsttrekker Tunaan Kuzu. Ik denk het niet. DENK kwam niet voor niets bij mij onderaan te staan bij de stemwijzer. We zijn nu pas op de helft, hè? Dus nu komen er nog 14 andere partijen. Heb je er nog zin in? Lijst 15, Nieuwe Wegen. Lijsttrekker van Nieuwe Wegen is Alfred Osenburg. Ze willen binnen de referenda en willen geen bijstand, maar werkstand. Lijst 16, Forum voor Democratie van lijsttrekker Thierry Baudet. In zijn partij zitten veel goede kandidaten, zoals bijvoorbeeld Theo Hiddema, de strafpleiter. Ze willen bijvoorbeeld een gekozen burgemeester en een gekozen minister-president. Ze willen de bevolking gewoon vragen wat zij willen. Forum voor Democratie was een van mijn favoriete verkiezingsprogramma's deze keer. Lijst 17, de Burgerbeweging, van lijsttrekker Ad Vlems. Dit is ook een hele sociale partij. Ze willen graag meer referenda. Ze willen een basisinkomen. Ze willen gewoon meer dat mensen echt voor elkaar gaan zorgen. Lijst 19, Geen Pijl. De partij van Jan Dijkgraaf. Zij willen graag dat de Tweede Kamer rechtstreeks verantwoording aflegt aan de bevolking. Lijst 18, de Vrijzinnige Partij. Lijsttrekker Norbert Klein. De Vrijzinnige Partij wil ook een basisinkomen, ook afschaffen erfbelasting, provincies opheffen en een nieuw toptarief voor de hoogste inkomens van maar liefst 70%. Lijst 20, de Piratenpartij, van lijsttrekker Ancilla van der Leest. Hier een vrouw als lijsttrekker, dat is natuurlijk al helemaal top. Daarnaast is het heel belangrijk dat we realiseren dat we in een nieuwe digitale tijd leven, waarin heel veel goede dingen voortkomen, maar ook dat er heel veel op ons afkomt wat niet helemaal goed is en wat beschermd moet worden, zoals je privégegevens. We hebben de eerste 20 partijen gehad, dan zijn er nog 8, die ga ik even heel snel benoemen. Lijst 21, artikel 1. Lijst 22, niet-stemmers, die stemmen niet. Lijst 23, de Libertarische Partij.
willen meer vrijheid voor het individu. Lijst 24, lokale kamer. Een mix van provinciale partijen die zijn stem willen laten horen in de Tweede Kamer. Lijst 25, Stem NL. Lijst 26, Jezus Leeft. Lijst 27, Mensen Spirit, Basisinkomenpartij, Beweging voor Vrede en Recht. Lijst 28, Vrije Democratische Partij. Nou, dat zijn dus 28 partijen waar je op kan stemmen. En op wie moet je nu stemmen? Ik geef je mijn top 5. En één van die 5 ga ik kiezen. En ik heb geprobeerd om het een beetje een mix te maken van alles waar ik voor sta. In mijn top 5 van aanbevelingen voor mensen en partijen waar ik vind dat je op zou moeten stemmen, staan Ilko Keij, D66, lijst 6, plaats 39. Partij voor de Dieren, lijst 10. VNL, lijst 13. Thierry Baudet, Forum voor Democratie, lijst 16, plaats 1. Ancilla van der Leest, Piratenpartij, lijst 20, plaats 1. Mijn conclusie is dus, op wie je ook gaat stemmen, ga stemmen. Ik heb mezelf vanuit Amerika geregistreerd en dat was me een gedoe. Nu moet ik wachten op mijn oranje envelop waarmee ik mijn stembiljet naar Nederland kan sturen. Die heb ik nog niet binnen, dus ik hoop dat die op tijd komt, zodat ik ook op tijd mijn stem kan uitbrengen. Er zijn 1 miljoen Nederlandse expats in het buitenland. Daarvan hebben 70.000 Nederlanders zich net op tijd geregistreerd. Dat moest namelijk 6 weken voor de daadwerkelijke verkiezingen van 15 maart. Omdat je meer dan 6 weken van tevoren jezelf moest opgeven vanuit het buitenland, zijn er heel veel Nederlanders in het buitenland die waarschijnlijk veel te laat zijn. Dat is dus echt jammer en ik hoop dat het na deze verkiezingen, bij de volgende verkiezingen, beter geregeld wordt. Zodat we gewoon op dezelfde dag kunnen stemmen als alle andere Nederlanders. En op wie stem jij? Wordt het links of wordt het rechts? Bye bye! Oké, Dirk!